Ja, ja, dames en heren, een mens kan dat meemaken in zijn leven. Dat eigenlijk toch al vrij kort is, nietwaar? Maar dat belet ons nu toch niet om vrolijk verder te gaan met niemand minder dan het vierde bedrijf. Een sprong in de tijd, 1992, blauwe maandag, een ernstige compagnie van grote drama's. En de grote dramatische actrice, het zit bij mij. En dan plots krijgt Blauwe Maandag, dat zal Luc Persen wel zijn, Gomer, die heeft daarmee begonnen, maar die zeggen, ik ga iets helemaal anders doen. En ze gaan kijken naar oude stukken in de 19e eeuw. Weet je wie dat stuk gevonden heeft en wie dat... Maar eigenlijk ligt de oorsprong bij Lucas van den Einde en ik. Aha. Ja, want Lucas van den Einde en ik, wij zijn alle twee nogal zangfanaten en meer bepaald de slagerzangfanaten. Ja. En wij waren zo'n beetje aan het grasduin in alles wat er aan groot Vlaams repertoire was. Dus we waren al gaan kijken naar het Witte Paard en we waren al van al die dingen gaan kijken. En wij wouden eigenlijk samen iets maken waarop Luc met het idee aankwam. Maar als we daar nu eens een theatrale voorstelling van maken, een theatrale muzikale voorstelling van maken, hadden we nog nooit gedaan bij Blauwe Maandag. Oh, ja. Als we dat nu eens, en toen kwam hij met dat rampzalige stuk De Wilde Lea aanzetten van Estor de Thiere. En had hij het idee opgevat om dat stuk te laten spelen door amateuracteurs. Ja, ja. Die dan bewust waren van het feit dat dat een vreselijk stuk was. En dat ze dan zouden opleuken met daartussen die Vlaamse liedjes. Dat was het opzet. Dit is de allereerste keer. Lopen, buik intrekken, zingen. Maar echt het variété zo, hè? Ja, ja, ja. Variété, hè? Dan hadden we toch wel kostuums door Lieve Pinot gemaakt die werkelijk zo van de pot gerukt waren. Ja. En dan proberen we daar toch enigszins ernstig dat stuk dat echt nergens op sloeg, maar toch ernstig daardoor te spelen. Het is wel al improviserend tot stand gekomen. Het is niet dat we het allemaal klaar liggen hadden. Maar is dat niet de methode van Blauwe Maandag om zo... Toen wel, ja. Hè? Zo? Ja, toen wel, zeker, want het was materiaal. Hè. De Wilde Lea was geen... Ja, was materiaal. We hebben dat gebruikt, we hebben dat misbruikt. Dus wij kregen ook allemaal artiestennamen. Wij moesten ook allemaal een personage maken. Ik was Vivi V. Dus dat was mijn artiestennaam, Vivi V, die dan, en dan, ik geloof, Xavier, zo heette hij. Xavier was dan de regisseur, Lucas van den Einde, en die regisseerde ons dan. Maar ja, wij waren niet geïnteresseerd in dat stuk, wij waren alleen maar de show stelen en zingen en er staan. En dat stuk, rap er tussendoor. Meneer, mag ik iets vragen? Is dat voor die televisiemaatschappij, dat Vlaams televisiebedrijf? Ja, dat bent u meneer Appermont misschien? Hier mijn verontschuldigingen voor de toeschouwers hier vandaag, heden avond, in zaal 8. Je bent van waar. Kom, zeg, dat zit de mensen in de zaal. Werd dat stuk nog echt verteld eigenlijk? Want dat stuk probeerden wij wel echt te vertellen. Ga je dat in 3 zinnen samenvatten? Wilde Lea is Wilde Lea fout getrouwd. Moest trouwen met de generaal. En dat was een waarborgmans. Maar dat zag ze absoluut niet zitten, want die was te saai voor woorden. En ze had een oogje op... Hoe dat nu in het stuk heette, neem me niet kwalijk, Johan, dat weet ik niet meer. Maar dat was Vic de Wachter. Hmm. En Vic de Wachter... Daar had ze dan een affaire mee en daar heeft ze is dan gescheiden en dat maar allemaal in die bombastische taal van ik ga een turken doen in de hof. Ik had het al liever daar. Ik heb het een paar maanden geleden nog eens gezien en ik moet zeggen, ik heb me bescheurd van het lachen. Het stond nog overeind. Mm-hmm. Het stond wel nog overeind. Maar het was te gek voor woorden. We gingen in première en Paul Schijvers was de man die ons verkocht indertijd aan de gezelschappen, zal ik maar zeggen, aan de theaters. En die keek naar de première en die zegt, sorry, maar deze kan ik niet verkopen. Deze kan ik niet verkopen. Zara? Het is echt, dat gaat niet. Die was echt gechoqueerd.
Die was echt gechoqueerd. Dat, hoe kan dat nu? Zijn zo erg, wat is dit voor flauwekul? Die kan toch niet? Hij had zich schromelijk vergist, want we hebben nog nooit zoveel voorstellingen gespeeld en nog nooit zoveel succes gehad. Jij wilt het geen reden verstaan. Nee, jij bent geboren met ijs om uw hart eten. Waarom het zo in mijn herinnering en iedereen zijn herinnering blijft, denk ik. Maar als ik bedoel ons bij acteurs, is natuurlijk de manier waarop we daaraan gewerkt hebben. En dan denk ik dat al de krachten van Blauwe Maandag toen toch wel op zijn optimaalst benut werden. Vond ik. Dat zingen dat ontdekt werd, die ongelooflijke, ik noemde de assemblagekunst van Luc. Luc kan als geen ander dingen voor, achter, tussen, na elkaar zetten. Met een soort dramaturgisch inzicht dat ik niet meer veel meegemaakt heb in de loop van mijn carrière, zou ik maar zeggen. En het feit dat we het zoveel gespeeld hebben en ja, we moeten maar over beginnen en iedereen heeft het gezien. Dus dat is ook al, het leeft, wij leven van de herinnering, dus als er zoveel mensen gezien hebt, is dat onze grootste herinnering, hè, denk ik. Ah ja, ja. Het avontuur Blauwe Maandag Compagnie, is dat eigenlijk is dat een van de sterkste? Ja, ik zal niet zeggen dat ik dat het beste vind dat we gedaan hebben. Hè. Maar de grootste herinnering. Het is de grootste herinnering, het is het sterkst aanwezig. Ik wil toch nog even terugkomen op wat je zegt. Het is allemaal flauwekul geweest, hè, om de mensen te amuseren, maar had Luc daar geen andere bedoeling eigenlijk mee? Want in zijn commentaren daarover zei hij wel wat anders. Wat was eigenlijk zijn visie daarop? Luc wou, denk ik, provoceren. Luc is een provocateur bij uitstek op het moment. En hij wou natuurlijk het serieuze theater, of het theater zoals het in die tijd, en dan, waar hij dan uitgestapt is, die KVN en zo. Hij wou dat allemaal natuurlijk eens ongelooflijk belachelijk maken. En hij wou eens dat allemaal op de korrel nemen. En hij was echt onwaarschijnlijk lachen met de dingen. Uitlachen. Lachen en provoceren. Achteraf, als wij dat 100ste keer gespeeld hebben, of speelden, en daarna nog eens 150 keer, dan heeft hij zich gedistanceerd van de voorstelling. Oh ja? Ja. Dat wist ik niet. Ja, hij heeft zich gedistanceerd van de voorstelling. Hij was beschaamd over wat hij gemaakt had. Ja. Ja, dat is absoluut. En wij maar spelen. En wij maar spelen. En wij maar dat tot in de treuren spelen. Maar hij vond het gênant wat hij gemaakt had. Hij vond het niet meer leuk. En hij was al met iets anders bezig. Luc loopt altijd 100 kilometer voor. Inderdaad, terwijl hij iets maakt om te provoceren en belachelijk te maken, heeft hij daar het grootste succes mee dat hij ooit gehad heeft. En dat maakte hem razend. Ja. Echt? Ja. Want wij waren toen nog een koppel, kan het weten. Hij ging niet meer mee, hij vond het verschrikkelijk. Dat is maar ja, op de duur gaat zo'n moet je weten, Johan, als zo'n komedie begint te leven, hè? Dus dat gaat... Dat blijft ook niet in de vorm dat hij... dat blijft niet. Men staat niet en Peter in de improvisatorische rollen. Niet heel braaf volgens wat we afgesproken hadden allemaal natuurlijk. Ja. Niet, hè? En zo'n gierende zaal die wil lachen, die kan echt een loopje met je nemen, hè? En zeker, dus, met een Peter en met een Stanley. Ja, gelukkig dat we nog af en toe in de maat van de muziek moesten zitten. En ons daar, dat toch nog enige structuur bood. Dat we daar nog, want anders dan, het ging in gang soms.